Hey, met mij! Een goeie morgen. Vandaag ga ik weer iets leuks doen en dat betekent dat jullie mee mogen. Ja, we gaan vandaag namelijk naar Berlijn en we gaan echt een dagje. Dus ik heb dadelijk het vliegtuig om 1:30 en morgen om 2:30 ben ik weer terug. Dus dat is precies, 25 uur of zo. Ik ben nu druk bezig met mijn koffer. Nou, die is bijna klaar. Ja, ik denk wel klaar. Dus het enige wat mij nog rest om te doen is naar Amsterdam rijden en mijn vliegtuig pakken. Faded in this dark and smoky room. With your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kind of want to disappear with you. Ja, de chai-tea latte. Ja, dankjewel. Dankjewel, fijne reis. We zijn inmiddels aangekomen op Schiphol, maar we hebben wat vertraging. Hij heeft een uur vertraging inmiddels. Ik hoop dat het daarbij blijft, want het was even 1/2 uur, nu 1 uur. Dus ik hou mijn hart vast, maar hopelijk gewoon 1 uurtje vertraging en dan kunnen we lekker naar Berlijn. En ik ga jullie zo ook laten zien met wie ik hier allemaal ben. Oké, we zijn in Berlijn aangekomen en ik had nog niet geïntroduceerd met wie ik hier was. Ik ben hier met Sebastiaan. Hallo. Van Vertigo 6, zeg yes. Dat goed? Of Vertigo 6. Vertigo 6. Yes. En met Pieter van XGN. Wat is dat eigenlijk? Een website waar we schrijven over gaming, tech en films. Oké, leuk. Alle films? Van alles, ja. Vooral de grote dingen die uitkomen. Maar eigenlijk van alles inderdaad. Oké, cool. Nou, dat is dus Pieter. En achterin zitten nog... Florian en Peter. Ja, jee. Peter. Van Gamersnet. Nice. Gamersnet. Of is het Gamers.net? Nee, je had het goed. Gamersnet.nl. Die. Daar. BE hebben we ook. En waar Florian is van... Power Unlimited. Ja. Dus dat is het groepje. Er zijn weer veel vrouwen bij, zoals je ziet. Het is weer echt een game eventje. We zijn aangekomen waar we naartoe gaan. En wat we gaan doen, heb ik nog helemaal niet verteld. Maar dat gaan jullie nu zien. Very consistently is... Where is my G502 wireless? Yeah. And we know, that's right. We know from the community, everybody's been asking us for this, as you can see. It's something that we've been working on for a really, really long time. Ik ben dus door Logitech uitgenodigd hier in Berlijn in de LEC Studios, de Leaf Fletcher Studios. En ze hebben zojuist een nieuwe wireless gaming muis aangekondigd. De G502 altijd heel hoog gescoord en er is heel veel vraag naar geweest in het verleden om die wireless te maken. En nu hebben ze dus een heel systeem gebouwd om die muis, zodat die ook makkelijk oplaadt. Dus tijdens het spelen op kan laden met de juiste muismat erbij. Vet tof. En ik mag hem dadelijk gaan uitproberen. Dus dat is heel cool. Ik vind het heel lief dat... dit is verder niet gesponsord of zo, maar ze hebben me gewoon uitgenodigd. En ik ga die kans niet voorbij gaan om even naar de LCS studio te gaan. Want dat is altijd heel cool hier. Je bedoel, je hebt hier Baron en gaat eten en drinken. Hallo, mij bellen. Verder, ja. Muis. En dadelijk mag ik even op stage een showmatch spelen met wat andere pro-players, maar ook coaches en van allemaal mensen. Maar dat zul je vast wel zien in de vlog zo. Ik ga hem zo even uitproberen. Two monitors. One, the top one shows the live stream, so what you're actually seeing up on the main monitor or... So I drown them out at night with my TV. So it's a bit small.
But if you want to dip in, this is one of the player ready rooms or player green rooms. Oh, cool. The analyst desk. So after the tour, you can spend almost as much time here as you like. Okay, grapje. We hadden dus heel even een tour door de LAC studios. En nu is het, wel echt tijd om te gaan gamen op de stage. Dus daar gaan we nu heen. It's not like every champion here will be the same as in the MSI tournament, for example, from the almighty Yasuo from the other team. But I think the our Italian pro player and the platings are dropping, so more gold into the pockets of the blue team. 5k gold advantage, and not of manner. They really need to improve here. The team is trying their best to and take it down, so the blue team wins. And I'm destroying stuff apparently, which is not good. Zo, ben ik even helemaal vergeten te vloggen de rest van de dag. Ik heb het laatste wat jullie gezien hebben is de wedstrijd, die showmatch op het podium. Hartstikke leuk. En daarna zijn we naar de hotel gegaan. Het hotel. Daar ben ik nu. Ik kan wel even laten zien. Ik heb het verder niet opgeruimd. Kijk, dit is waar ik naar kijk nu. En dit is bed. Tweepersoonsbedje. En hier heb ik nog een klein badkamertje erbij. Dus het is echt een prima hotel. Met stortdouche zelfs. Daar, tata. Hou ik een beetje apartig. Maar goed, dat negeren we gewoon even. Ja. En we hebben s'avonds net Ajax zitten kijken. Ik ben natuurlijk niet voor Ajax. Ik ben voor Feyenoord. Al mijn hele leven. Maar goed, Champions League halve finale. Dat is gewoon mooi voor het Nederlandse voetbal. Dus ja, dat wilde ik graag kijken. En ik ben hier met wat Ajax supporters. Dus die hebben we in de kroeg gekeken. En ik ben totaal vergeten te vloggen. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Want ik wilde niet te veel tijd uitwijken. Het is jammer dat ze niet verloren. Het is jammer dat ze verloren hebben. Maar ze hebben hun best gedaan. En Nederlands voetbal wel op de kaart gezet. En dat is alleen maar mooi. Dus ik hoop dat Feyenoord daar volgend jaar achteraan gaat. En nu ga ik lekker slapen. Want ik wil morgenochtend nog even sporten. Ik weet nog niet of ik dat ga filmen. Dat ga je zien in het volgende shot. Doei! Goedemorgen. Ik heb besloten om er nog een dagje aan vast te plakken. Ik ga nu sporten. Dus ga gezellig mee. Zo, we hebben lekker billetjes getraind vandaag. En nu heb ik mijn koffer ingepakt en ik heb gedoucht en mijn haar gefeund. En nu gaan we nog eventjes naar het ontbijt. Klopt niet helemaal met mijn intermittent fasting, maar ik ga er een beetje op letten om dan vandaag niet te veel calorieën te eten. Zodat het nog steeds prima is. En ik stop vanavond wel gewoon om 8 uur met eten.
Dus dat even een update over die intermittent fasting. En dan nu ontbijten. Zo, ontbijt zit er nu ook op en we zijn inmiddels onderweg naar het vliegtuig. We hebben een mooi busje met z'n allen en ja, de cool kids zitten achterin uiteraard.